En het gekke is, om het lange verhaal kort te maken, is dat ik goed jaar geleden als kind van een kolonist, zo werd dat genoemd, hè? En in Westerveld, zo heet die gemeente nu, waar Frederikshoort onder valt, heb ik van de kleinzoon van die generaal van de Bos als kolonist een van de eerste boeken aangeboden gekregen die over dat verschijnsel geschreven is. Dus net zoiets als Pauperparadijs van zo'n soort boekje, maar dan over de geschiedenis van die kolonie. En dat is natuurlijk wel heel... En dat was wel grappig, want die man die zei toen ook dat het zo bijzonder was dat de dochter van een kolonist voorzitter van de Tweede Kamer was geweest. Dat hij is het als mijn... Ik weet niet of het zijn overgrootvader of zijn grootvader was, maar hij zei, als die dat eens mee had kunnen maken, dat is een wonder. Dat zou hij zich niet voor kunnen stellen. En dat is natuurlijk toch wel een beetje wat ik meegemaakt heb. En is dat een zware klim geweest? Nou, als klim, op het moment dat ik klom, was ik kennelijk jong genoeg om het niet te merken. Mm-hmm.